Marius, déception j'imagine, on a rarement vu le Berscott la saison dernière perdre comme ça avec 3 buts d'écart. Hein. Oui, c'est une très grande déception. Nous sommes vraiment un peu entrés dans le match très froidement et on a un peu laissé OHL jouer. Et ce qui fait que nous, on n'a pas pu retrouver notre niveau habituel. Et ça nous a coûté un peu cher. On a pris un premier but, un deuxième but, on s'est lâché. Ce qui fait qu'on a pris le troisième but et ils ont pris le dessus sur nous dans le jeu. Vraiment, c'est très triste. On n'a pas eu souvent l'habitude de jouer comme ça. Mais je pense que ça va nous donner une leçon pour les prochains matchs. C'est un match qui peut vraiment vous relancer, vous remobiliser ? Oui, c'est bien. C'est un match on a perdu. Ça va nous donner vraiment une grande leçon. Et dans les prochains matchs, on va être plus enthousiaste dans ce qu'on fait sur le stade et vraiment donner le meilleur. Alors, votre indisponibilité lors des deux premières journées, ça pose un problème évidemment à l'équipe parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'attaquant de numéro 9 comme vous au Berscott. Donc, vous avez une grande responsabilité maintenant. Oui, j'ai une très grande responsabilité. Et comme tous les autres, ceux qui ont joué les deux premiers matchs à ma position, ils ont bien fait le boulot comme le coach a demandé. Certes, on n'a pas retrouvé les filets comme on avait l'habitude l'année passée. Je pense que dès à présent, je suis là. Je vais continuer à travailler pour donner le meilleur de moi, aider l'équipe. Vraiment, on a vraiment besoin de moi dans l'équipe. Alors, on sait que le Berscott a perdu quand même des éléments importants par rapport à la saison dernière. Votre coach disait lors de la première journée que vous êtes plus fort en fait que la saison dernière. Quel est votre avis ? Oui, je trouve que nous sommes forts. Cette année, on joue vraiment au foot. Et je pense que c'est le début. On a fait un grand faux pas aujourd'hui. Et nous, on joue au foot cette année par rapport à l'année passée. Il manque juste, comme on dit, on attend la finition. On doit vraiment travailler pour finir nos matchs dès les premières minutes et être au-dessus de notre capacité. Mais il faut réagir vite en tous les cas parce que ça fait quand même un 4 sur 9 là, quand on s'appelle le Berscott. Oui, il faut réagir très vite parce qu'on perd des points et ça risque de nous coûter très cher à la fin. Alexandre Maas, hoe hard komt dit aan? Tja, zoals jij het zelf hebt gezegd, na een kwartier hebben wij 81% balbezit. Maar dan kom je 1-0 achter met misschien een goal die uit de lucht valt en dan draait de wedstrijd, zoals vorige week in Roeselare. En ik denk dat de 2-0 en de 3-0 bij ons vallen op individuele fouten. En ja, tegen Leuven is dat onmiddellijk afstraffen. En met de ervaring en de kwaliteit dat zij hebben. Ik denk dat wij hier op 3 seizoenen nog niet gewonnen hebben. Ja, dat doet gewoon pijn. Ik denk dat wij heel veel balbezit hebben, maar daar koop je eigenlijk niks mee. Hun plan was duidelijk om foutjes, balverliezen bij jullie heel snel af te straffen. Tja, betaalt je cash. Ik bedoel, ik denk dat wij veel te veel balverlies hebben gehad. Ik kijk ook in eerste instantie naar mezelf. Maar ik denk dat iedereen gewoon moet knokken voor zichzelf en op de eerste plaats het team zetten. En dat is vandaag niet gebeurd. We beginnen de competitie zo sterk tegen Lokeren met een 1-0. We geven geen kansen weg, misschien eentje. Dan tegen Roeselare geven we ook maar 1 kans weg. Creëren we enorm veel kansen, 19 hoekschoppen. En vandaag hebben we ook weer goed veel balbezit. Maar ja, ik zeg het, ik ben nog een beetje sprakeloos. Ze hebben een goed team, wij hebben een goed team. We zijn denk ik allebei titelkandidaten, maar als we zo spelen, dan zal die titel van titelkandidaten snel wegvallen. Moet je met al dat balbezit niet meer kansen creëren? Ik vond jullie vrij steriel, stereotyp ook. Ja, ik denk dat er heel weinig creativiteit in zat vandaag. En de wil om echt een wedstrijd open te breken, voelde ik niet echt vandaag. En ik denk dat wij gewoon meer uit onze comfortzone moeten treden en zeggen van oké, weet je, als het niet gaat... op creativiteit, doe het dan op wilskracht, doe het dan elke meter dichtlopen voor iedereen en iedereen gewoon coachen en gewoon overal zijn op het veld en dat ontbrak er vandaag en creativiteit en die wil om echt een wedstrijd te winnen. Stijn Vereven, wat wil je kwijt? Na toch wel een pandoering misschien hier in Leuven? Goed, als je 3-0 verliest, dan moet je vooral niet te veel praten, vind ik. En dan moet je zelf in de spiegel kijken. Mijn spelers, ik op de eerste plaats. Want dan heb je het helemaal niet goed gedaan. Hè. En
Ik denk dat wij veel ploegen kunnen verslaan. Als wij mentaal op hetzelfde niveau zitten, zijn we dat niet, kunnen we ook van iedereen verliezen. En dat is vandaag, vanavond gebleken. Wat bedoel je met mentale? Was het verschil op dat vlak met de thuisploeg dan zo groot? Ja, ik vind al wel dat het een wake-up call is voor bepaalde spelers in mijn team. Je moet mentaal klaar zijn voor een 1B te spelen. Hè. We kunnen wel een heel mooi objectief nastreven van verzorgd voetbal en blablabla. Bla, bla. Maar het liefst gaat het ook om spirit, om drive, om duels, om tweede ballen. Als je dat vergeet of je wil die niet spelen, ja, dan ben je niet zo goed dat je de tegenstander gaat kapot spelen. Dus daar hebben wij vanavond toch wel een heel goed lesje in gekregen. Ja, jullie hebben heel veel de bal gehad, maar er eigenlijk heel weinig mee gedaan. Ja, we zijn eigenlijk voor mij op mentaal gebied, wat ik net zei, maar ook op counter, zijn we gewoon kapot gespeeld. Ja, en daar hebben wij toch heel veel over gesproken. Daar spreken wij veel over. Restverdediging, slim zijn, juiste keuzes maken. Ja, dat was vandaag allemaal veel te weinig. Ik denk dat Uithevelen-Leuven er ook echt wel een plan aan van gemaakt heeft. Achteruit te leunen en jullie in de fout te dwingen en dan razendsnel toe te slaan. Ja, maar het was voor mij zo duidelijk. Ik denk voor iedereen hier in de tribune dat ze inderdaad een hele goede organisatieblok hadden neergezet. Maar dan vooral in de as. Ja, daar lag heel veel ruimte op de flanken. Gewoon je fullbacks inspelen. Een speler tussen de linies wat we graag krijgen. En dan de hoeken aanvallen met mijn spitsen. Ja goed, het is totaal niet uitgekomen. Dus, maar het liefst kan je drie uur over tactiek praten. Je moet mentaal klaar zijn om ook te vechten als het voetbaltechnisch niet lukt. En dat waren we totaal niet. Dan kan je maar beter heel vroeg in het seizoen dit soort wake-up call krijgen, zoals je het noemt, dan later. Ja goed, het is beter om die nooit te krijgen. Maar goed, het is inderdaad nog in het begin van het seizoen. Maar het is niet zo dat ik zeg, ja, hier gaan we, ja, dat is een lekkere les en we gaan weer verder. Absoluut niet. Dit komt hard aan, dit zijn we niet gewoon. En hier moeten we heel snel lessen uittrekken en dan moeten we snel verandering en verbetering in krijgen. Nubici is terug, ik denk dat dat wel scheelt. Ja, je merkt dat gewoon. Hè. Zelfs op één been hè, met een spits spelen is gewoon heel anders. Wij hebben ons moeten behelpen. Maar nogmaals, dat is totaal geen excuus voor deze prestatie. En ja goed, en daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Dus we trekken onze handen daar zeker niet van af.